Hoi, goedemorgen beste vrienden. Mijn naam is Robbie Florus. Ik heb een hengelsportzaak in Wommelgem. Wel gekend, of iedereen kent het natuurlijk, de Robbie Fish. En ja, mijn favoriete hobby's buiten vissen natuurlijk, is aan sport doen, aan tennissen en metaaldetectie. Maar het vissen staat natuurlijk hoog in het vaandel bij ons. Dag Robbie, er komt een jong gastje in uw winkel binnen, een jong manneke. Heeft nog nooit gevist. Neem je daar de tijd voor? Ja, zeker. Hè? Want de jeugd eigenlijk is onze toekomst. Hè? Zeker voor de hengelsportwinkeliers is gewoon de jeugd de toekomst. En we proberen die jonge gast ook met een zo goed mogelijk, of mee, als hij een klein budget heeft, met zoveel mogelijk materiaal buiten te sturen. Hè? En dat hem gewoon zijn eigen kan amuseren, dat is eigenlijk in het begin het belangrijkste. Gewoon een visje vangen, zijn eigen amuseren. En als hem dat blijft doen of dat kan doen, dan hebben we weer een vis erbij voor het leven. En dat is voor ons natuurlijk ook belangrijk dat we die jeugd zo goed mogelijk opladen dat ze vis vangen en vanaf dat ze vis vangen zit die microbe er weer in en kunnen ze gewoon blijven vissen. Super. Top. Op welke leeftijd bent u beginnen te vissen, Robbie? Wel, dat is eigenlijk redelijk vroeg begonnen. Ik denk dat ik een jaar of drie was. Dat mijn vader mij meenam voor te gaan vissen in Duitsland. Mijn vader die is in 1972 begonnen met zijn eerste hengelsportwinkel. Dus ik ben er echt in geboren. Ik ben zelf van 1977. En ja, mijn eerste visjes die dat ik vang met een heel klein lijntje in de rivier in Duitsland. Dat waren van die heel kleine geuveltjes. Oh, dat was schitterend. Gewoon de beweging van dat draadje, dat visje eraan. En dan ja, als klein manneke, hè, was natuurlijk zo'n klein visje was nog een hele grote vis. En zo is het elk jaar maar meer en meer en grotere vis geworden. Als ik een jaar of vijf was, ging ik mee palingen met mijn vader. Ging ik al mee op de zee vissen met mijn grootvader. En zo is het verder en verder verlopen. Totdat ik de vaste hengel ook heb leren kennen. Als ik een jaar of 13, 14 was, was ik heel veel met de vaste hengel bezig. En in 1997 ben ik dan kampioen geworden bij de jeugd met de vaste hengel voor België. Van waar die passie voor het vissen? Wat vind je daar nu zo plezant aan? Goh, dat is eigenlijk gewoon de kick. Hè. Vanaf het eerste visje dat je vangt als klein manneke, dan zit je gewoon verkocht. Dat is ook een microbe dat erin kruipt. Als het ware, als je één vis hebt gevangen, dat vergeet je gewoon niet van je. De eerste vis vergeet je gewoon niet in je leven. En dat is zo leuk. Ja, je ziet dat dobberken ondergaan of je voelt dat topje van de hengel bewegen. En dat is gewoon de kick van, oh, wat zou er aan hangen? Welke vis gaat het zijn? Hoe groot gaat hem zijn? Die vis die komt boven, je kunt er foto's van trekken. Je kunt ermee stoeven tegen je kameraden als je een hele grote vis hebt gevangen. Of een gevaarlijke vis hebt gevangen. Of heel veel vis hebt gevangen. Dus het is altijd gewoon een kick. De vissen geeft zo'n grote kick. Dat is gewoon een prachtige sport. Robbie, welke visserij beoefent u? Oh, ik bevis eigenlijk heel veel verschillende visserijen, maar vooral witvis, roofvis, karpervissen heb ik vroeger ook veel gedaan en zeevissen. Zeevissen is eigenlijk mijn grootste passie, omdat het ook zo leuk is op het zoute te vissen of op het zilte te vissen. En ja, vanaf kinds af ben ik daar zo gepassioneerd van de zee, de boot, maar ook van de kant, van het strand is het zo leuk. En vooral ook als we op reis gaan, voor op reis verschillende soorten vissen te vangen, omdat daar de vissen nog iets kleurrijker zijn als bij ons in de Noordzee. En welk vismateriaal gebruikt u het liefste? Oh, ik gebruik heel veel. Vaste hengels is natuurlijk een heel leuke visserij. Maar ook voor de zeevisserij hebben we een eigen hengel laten ontwikkelen. Dat is eigenlijk de Robbie Fish Regiment Competition hengel. Daar zijn we heel trots op. Dat is onze eigen hengel dat we hebben laten ontwikkelen. Met topvissers die dat ook in België en in het buitenland heel goed vissen. En dat is gewoon een geweldig hengeltje. 3 meter, dus echt competitiegericht. Ja, dat is eigenlijk ja, mijn trots waar dat ik nu heel veel elke week bijna mee ga vissen. Yeah.
Bent u verbonden met een visclub en wat zijn uw ervaringen hiermee? Ja, zeker. Hè. De visclubs, dat is natuurlijk heel interessant voor alle vissers in België. Ik zit zelf ook in verschillende witvisclubs, ook nog voor met de vaste hengel of met de veder te vissen. Maar we hebben ongeveer 11 jaar geleden ons eigen zeevisclub opgericht. Robbefish Zeehengelclub. Dat is een van de tofste clubs van het land. Bevat ongeveer al een 80 leden. Ja, en het is zo leuk van elke 2-3 weken met de boot te gaan vissen. Met iedereen die dat goed gezind is. Want het is natuurlijk voor hun hobby dat ze gaan vissen. Dus dat is gewoon geweldig. En met de clubs vissen we dan ook nog eens Belgisch kampioenschappen, wereldkampioenschappen en alles. Dus dat maakt het gewoon heel, heel, heel interessant. En elk jaar in het laatste weekend van mei hebben we ons grote Robbefish Bootfestival. Dat is eigenlijk de grootste bootwedstrijd van de Lage Landen. We doen altijd zo'n 120 vissers aan mee. Ongeveer 25 boten van heel de kuststreek van België. En ja, dat is een evenement dat is gewoon schitterend. Zeg Robbie, ik twijfel er ook niet aan dat vriendschap waarschijnlijk ook heel belangrijk is in die club. Ja, zeker. Vriendschap en alles is heel belangrijk. Ook als er nieuwe vissers mee opstappen op de boot of mee lid worden in de club, die worden allemaal geholpen. Ook als ze iets fout doen op de boot, want het is eigenlijk een kleine competitie dat ze vissen tegeneen, maar ze zullen altijd geholpen worden of verbeterd worden. Als ze iets anders kunnen doen voor nog meer vis te vangen, dan worden ze altijd geholpen in de club. Ook meerijden van ons rondpunt in Wombegem en zo naar de kust. Iedereen pakt iedereen mee en dat maakt het gewoon gezellig. De sfeer er rond, s'avonds in het café allemaal een lekker pintje drinken, een hapje eten. Soms zijn er ook gewoon hamburgers dat de club sponsort en zo. Dus dat is echt wel, het is echt een clubsfeer, maar ook een familiesfeer onder elkaar. Robbie, welke bijzondere vangst is u het meeste bijgebleven? Oh, bij mij mijn bijzondere vangst is een yellow dolphin. Een mahi-mahi, dat ze eigenlijk zeggen, in Senegal. Ongeveer 2-3 jaar geleden ben ik daar naartoe gegaan. Ja, dat was een schitterende visserij daar. We vangen de ene vis na de andere. En ineens krijgen we er een naambeet. Oh, enorm, tjak. En ongeveer een uur mee aan het drillen geweest. En komt daarboven een lap van een mahi-mahi. 22 kilo, dat was echt een monster als het ware. Zo'n grote bek. Nog groter als die van mijn schoonmoeder. Dat mag de kutten. Maar gewoon schitterende vis. En ja, daar was ik heel fier op. Robbie, welke bijzondere viservaring is jou het meeste bijgebleven? Oh, er zijn er natuurlijk enorm veel. Hè. Als je al zo lang vist als dat ik doe, al meer dan 40 jaar, dan heb je heel veel ervaringen. Maar mijn bijzonderste ervaring was eigenlijk het wereldkampioenschap bootvissen voor clubs in Rogoznica. Dat was in Kroatië. Dat was eigenlijk een prachtige organisatie. En natuurlijk een WK met alleen maar toppers, alleen maar met de beste bootvissers ter wereld. Ja, dat was voor ons natuurlijk fenomenaal. Hè. Als een klein vislandje, een westers vislandje, hadden we er eigenlijk niks te zoeken. Maar we hadden zo'n toffe ploeg. De Bram, de Daniel en de Brian. Met 4 Belgen zijn we daar naartoe getrokken. En we moesten vissen tegen toppers zoals Volpi, de Volpini. En ik heb het geluk gehad zelfs van met een Volpini op de boot te mogen zitten en hem het vuur aan de schenen te leggen. Op het begin van de dag we begonnen te vissen op een heel klein stukje. En de Volpi vong een paar klein visjes, ik vong een paar klein visjes. We zaten met 5 eigenlijk op de boot. Iedereen vong een paar klein visjes en eerst krijg je een beet, bang. En dat was zo'n goudbrasem. Ja, iedereen weer natuurlijk gek. Omdat ik de kleine Belg stond op de eerste plek. Hij deed er alles aan voor te proberen natuurlijk mij voor te geraken. Maar het lukte me niet, want ik vond nog een grote vis. Hij vond nog een klein visje. En hij werd bijna gek. En hij was van zijn tak aan het maken. En hij wou verkassen. En hij wou op een andere plaats gaan liggen. Omdat er weinig vis zat. Dus het was voor mij groot in het voordeel. En ik zei natuurlijk nee, ik wil blijven liggen. En moest, 3/4 van de boot moest eigenlijk willen verkassen. En
3/4 kreeg ik op mijn hand, want die vonden mij natuurlijk sympathiek. En we gingen niet verkassen. En op een gegeven moment krijgen we meer stroom, de boot gaat door zijn anker en dan moesten we wel verkassen. En dat was mijn dood geweest, want dan zijn we op een plek gaan liggen waar er heel veel boga's zaten. Boga's is een visje die eigenlijk heel kort en snel het aas opzuigt. En daar had ik nog nooit op gevist, dus dat was voor mij moeilijk. In het begin, ik vang één boogakje, de Volpini, die vong er drie. En op het einde van de rit won hem ongeveer met een 400 gram. Dus eigenlijk een 10 visjes meer dan ik. Maar toch een heel leerrijke ervaring. En op het einde van de rit van het WK zijn we als zesdes uit de bus gekomen. Het beste resultaat ooit voor België. Dus daar mogen we heel fier op zijn. Ja, Robbie, jij hebt al vele soorten vis gevangen in je leven. Maar staat er nog een vis op je vervanglijstje? Ja, eigenlijk wel. Een paar jaar geleden ben ik met mijn vrouw en Karel en Mirjam naar Costa Rica geweest om te gaan vissen. Oh, prachtige hotspot van heel veel verschillende vissoorten. En ik was daar met één doel naartoe gegaan, was voor een roostervis te vangen. Dat had een hele grote vis met een hele schone kam op. En we hebben daar alles aan gedaan. We hebben heel veel dikke tonijnen gevangen, we hebben barracudas gevangen, we hebben andere dorade soorten gevangen. En op een gegeven moment gaan we met livebait op de roostervis eigenlijk vissen. Ik krijg een waanzinnige harde aanbeet. Bang! Was een wahoo of een barracuda van ongeveer 1,80 meter. Dus echt een van de grootste barracudas ooit in mijn leven gevangen. En terug proberen we de roostervis, niet gelukt. De Karel kreeg een aanbeet, bonk, en die heeft een roostervis gevangen. Wel heel schoon, heel blij voor de Karel, want dat was een waanzinnig mooie vis. Maar ik heb hem maar jammer genoeg zelf niet aan de lijn gehad. Dus dat is eigenlijk de vis waar ik nog zo hard op gebrand ben, voor toch hopelijk nog eens te vangen, of is te vangen. Want dat zijn de mooiste vissen die dat er bestaan. Ook heel snel foto van trekken en terug het water in. Want dat zijn bedreigde diersoorten, dus we doen bijna met alles catch and release. Robbie, heb jij nog wat leuke tips voor de startende visser? Ja, eigenlijk, iedere startende visser kan gewoon van in het begin al mee. En vissen is een sport die dat je redelijk snel kan leren. En niet zoals tennis of padel of voetballen, daar moet je ook een beetje aanleg voor hebben. Maar iedereen kan vissen. Zelfs een jong gastje van 4, 5 jaar kan een vis vangen. Maar ook eventueel een meneer die dat, of een mens die dat net op pensioen is en die begint met de vissen. Die gaat ook zijn feeling direct hebben met de visserij en heel veel plezier eraan beleven. Zeker als je thuis wilt weg zijn of even weg van de vrouw, dan is vissen zo'n rustige en ontspannende sport. Dus dat is gewoon schitterend. Ik raad het iedereen aan. Het is een microbe die er blijft inzitten en het ontspant echt enorm. Robbie, als hengelsportzaak Robbie Fish, waar maken jullie het verschil? Goh, ik denk eigenlijk aan het personeel in het eerste geval. Hè. We hebben 7 man personeel in de winkel en het personeel is allemaal echt begaan met de klanten. Geven een hele goede service aan de klanten. Hebben ook een hele goede technische onderbouwdheid van het vissen zelf. Hè. We hebben een specialist in zeevissen en in strandvissen. Een feeder specialist die dat gouden medaille op het WK heeft gewonnen. Een hele goede karpervisser, een hele goede roofvisser. Een topper in de webshop. Dus eigenlijk elk personeelslid, een vliegvisser ook, echt een van de beste vliegvissers van België. Maar echt iedereen blinkt uit in zijn categorie. En die passie, gewoon die gedrevenheid, dat geven ze ook mee aan onze klanten. Waardoor dat de klanten ook altijd met een goed gevoel buiten gaan en zelf ook veel vis kunnen vangen. Hè? Iedereen kan elk product verkopen, maar je moet ook nog weten voor wat dat product dient. En dat kunnen mijn personeel echt enorm goed overbrengen aan onze klanten toe.